Gemeente, het is niet zo dat wanneer je een christen bent, dat je dan een gemakkelijke weg in dit leven krijgt. We noemden het gisteren in de gemeente van Dordrecht een kabelbaan. Kabelbaan. Sommige mensen denken dat namelijk, dat als je een christen bent, dan is je leven als een kabelbaan. Nou, alle kinderen weten wel wat een kabelbaan is. Je gaat in een stoeltje zitten en de lift doet zijn werk. Je lift, die trekt je omhoog. Het enige wat je moet doen is gewoon lekker zitten en lekker om je heen kijken. En geniet van het uitzicht, vooral niet bang worden dat die kabel breekt en zo. Maar ja, uiteindelijk kom je wel boven en dan was het allemaal heel aangenaam. Je hoefde er eigenlijk niks voor te doen. Geen enkele inspanning kostte dat. Maar gemeente, nergens lees ik in de schrift dat het leven van een christen, van een kind van God, zo is. Helemaal niet zelfs. Lees de psalmen maar, u heeft het net gezongen, psalm 77. Die dichter loopt helemaal vast met de Heere. Er is zelfs een tijd in zijn leven dat hij niet eens meer de naam van de Heere wil horen en gebruiken. Dat hij het zo moeilijk vindt te aanvaarden. Dat hij tegenslag op tegenslag moet meemaken. Eigenlijk vindt hij het ook niet eerlijk. Heere, ik dien u toch. En kijk nu eens hoe het gaat met mij. Met mij persoonlijk. Mogelijk ook met zijn volk. Maar, zegt u, Jezus dan? Heeft hier Jezus dan niet gezegd dat wie bij hem hoort het goed zal hebben? Een goed leven zal hebben? Nee, Jezus heeft dat ook niet beloofd. Integendeel, denkt u maar aan die jonge man die tot Jezus kwam en vroeg hoe zal ik het eeuwige leven beërven? En wat zei de Heer Jezus? Dat gaat wel in de weg van het kruis, jongeman. Kom terug nadat je al je goederen hebt verkocht. Kom dan terug. Neem vrijwillig het kruis van de zelfverloochening op u. En volg mij.